De politie vraagt, op verzoek van de procureur des Konings van Brussel en van onderzoeksrechter mevrouw Tassin, om volgende oproep te verspreiden. Een man pleegde in de regio van Brussel en omstreken meerdere diefstallen met list tussen september 2011 en 21 januari 2013, de dag van zijn aanhouding. De diefstallen werden gepleegd bij oudere en alleenstaande mensen die klant waren bij Belgacom in de gemeenten Everen, Sint-Pieters-Woluwe, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Wemmel en Waterloo. De slachtoffers, wachtend op een technicus die op komst was, nadat ze de storingsdienst hadden verwittigd, werden gecontacteerd door de verdachte om zijn komst te melden. De slachtoffers wantrouwden deze onmiddellijke herstelling, die meestal 's ochtends plaatsvond, dan ook niet. Eens ter plaatse vroeg de oplichter een apparaat vast te houden en te controleren of de kleurlampjes op het toestel aangingen of veranderden van kleur. Terwijl hij in andere kamers van de woonst zogezegde controles uitvoerde, doorzocht de man deze op zoek naar juwelen. Meestal vertrok hij vervolgens, zogenaamd om vervangstukken op te halen in zijn wagen of in de winkel, of moest hij naar de kelder voor verdere herstellingen. Hij kwam echter nooit terug. Later op de dag kwam natuurlijk een tweede technicus aan bij de slachtoffers. De speurders zijn nog altijd op zoek naar andere slachtoffers van deze man. De aangehouden verdachte is 1,70 meter lang en normaal gebouwd. Hij is 33 jaar oud en is van Noord-Afrikaanse origine. Hij heeft kort zwart haar en een baard van 2 à 3 dagen oud. Hij spreekt Frans en meestal droeg hij een werktenue, een grijze sweater met een kap en soms een pet. Hij had ook een laptop bij zich en een gereedschapstas. De verdachte verplaatste zich aan boord van een donkere Renault Megane, brek met getinte ramen achteraan zonder het opschrift Belgacom. Als u al wachtend op een Belgacom-bediende ook het slachtoffer bent geweest van deze verdachte, of wanneer u de eigenaar bent van de gestolen juwelen weergegeven op de website van de federale politie in het kader van dit dossier, gelieve dan contact op te nemen met de onderzoekers via het gratis nummer 0800 30 30 0.